Een paar dagen na de wedstrijd in Rome is het tijd voor Almere City Feyenoord in speelronde 23 van de Eredivisie. Even kijken naar de balans. Deze wedstrijd is nu 0 keer gespeeld. We wonnen er 0, speelden 0 keer gelijk en hebben ook 0 keer verloren. Het wordt dus de eerste keer in de geschiedenis dat we in Almere spelen. Een half jaar geleden kwamen we elkaar wel in Rotterdam tegen. En daar gaat nu de quizvraag over. Het was een kletsnatte dag in de Kuip en dat zien we terug op deze actiefoto. De legendarische commentator Hans van Vliet had gezegd dat wanneer je in de grond trapt er alleen 2 makrelen en een kreeft omhoog schieten. Maar toch is op deze foto nog ergens een bal te vinden. De vraag is, waar op de foto is de bal? Op plek A, B, C of D? Blijf hangen, het antwoord krijg je straks. Bij de ontmoeting in de Kuip regende het niet alleen pijpenstelen, maar ook doelpunten. Timber er vandoor. Timber, steekballetje, Jiménez. En daar zit hij er al in. Snelle goal, Feyenoord. 4e minuut. Timber, goed gespeeld zeg. Stenks, terugleggen. Kans voor Feyenoord. En die gaat er wel in. Wat een prachtige goal. Mooie aanval. Waar Almere er geen 1-1 van maakt, slaat Feyenoord wel toe. Geertruida, zo wandelt Feyenoord er gemakkelijk doorheen en is het hier 3-0. En moet Almere heel ernstig gaan oppassen dat het niet een monsterscore gaat worden in de Kuip. Want het gaat heel, heel gemakkelijk. Stenks. En in één keer genomen en nu is het wel raak voor Mats Wiever. En zoals gezegd, dat kon hij wel gebruiken. 50ste minuut. 4-0. Blok gezet door Sauer. Geen overtreding. Sauer. Die gaat er schieten. Nou, niemand gaat schieten, maar er komt wel een penalty na een overtreding op Jiménez. Concentratie neemt ze rust. Santiago Jiménez. En zo is het 5-0 in de Kuip. Duivenstein. Grip er tussendoor. Duivenstein. Ritmeester. En daar komt nog een eretreffer voor Almere. Een beetje anders vloog erin in de eerste 20 minuten. En de laatste poging van de wedstrijd ook, want dit is nog een doelpunt. Als de vlag omlaag blijft van Quinten Timber en zo wordt het alsnog 6-1. Ondanks dat dat een grote uitslag was, doet onze tegenstander het goed dit seizoen. Almere City is nu 3 wedstrijden op rij ongeslagen en staat in het debuutseizoen op een keurige 11e plaats. Van de 7 overwinningen die Almere City boekte, eindigde er 5 in 1-0. Daarmee is Almere City samen met Feyenoord de ploeg die het vaakst met 1-0 won dit seizoen. Dat brengt ons bij meteen nog veel meer weetjes. Wist je dat onze oudkeeper Kenneth Vermeer in Almere woonde? En dat Ruben Schaken in zijn Feyenoordtijd vanuit Flevoland op en neer naar Rotterdam reed? Slot scoorde als speler nog tegen het Excelsior van Pastoor. En vorig jaar was onze trainer nog te gast in de podcast van de oefenmeester van Almere City. Rajiv van La Parra, Rotterdammer en halfbroer van Wijnaldum. Hij speelt nu bij Almere City en scoorde ooit nog tegen ons in die krankzinnige wedstrijd in Heerenveen. Simon. Joris Hiet is een vlotlopende aanval van Heerenveen en nog een mooie goal ook van invaller Van La Parra. Waarin SC Heerenveen liever wilde verliezen dan gelijkspelen. Het wordt dus onze eerste keer in Almere, dus even kijken hoe lang dat rijden is. Bij een normale verkeerssituatie reist de bus 1 uur en 10 minuten naar het Janmaarstadion. Daarin zouden de spelers gemiddeld gezien 1,5 potje kunnen klaarverjassen. Maar niet alleen onze selectie reist af naar Almere, want het uitvak is uitverkocht en zal gevuld zijn met 400 Feyenoorders. En dan nog het antwoord op de quizvraag. De vraag was, waar is de bal? Het antwoord is... B. Had jij het goed? En waar kijk jij zondag de wedstrijd? Je kan natuurlijk op de hoogte blijven via onze socials. En Almere City Feyenoord zie je zondag 25 februari om 2:30 op ESPN2. De 40-jarige Edwin van der Graaf is deze wedstrijd de leidsman. Kameraden, fijne zondag en op naar een mooie wedstrijd.